Ik ben Carina Hendricks. Ik ben geboren in Venray, dat ligt in Noord-Limburg. En daar ben ik opgegroeid, daar heb ik mijn hele jeugd gewoond. Ik ben landschapsarchitect. En dat ben ik omdat ik bij wil dragen aan het creëren van mooie plekken. En dat heeft eigenlijk een hele diepe grond, dat ik me verbonden voel met de aarde en alles wat daarop leeft. Is het concept van samenhangen is mijn leidraad. Dus wat ik probeer is om samenhangen te versterken, samenhangen te ontwikkelen, zodat er een eigenheid ontstaat op die plek die echt karakteristiek is voor die plek. En die samenhangen, ik noem dat het lezen van het landschap, het lezen van de samenhangen. Stel, ik drop jou aan een parachute ergens in Nederland en je landt en je doet je blinddoek af. En je kijkt om je heen, kan jij dan zien waar je bent en wanneer je bent, in welke tijd je bent? En je kijkt om je heen en je zoekt naar tekens die jou iets vertellen over die plek. Er zijn een heleboel plekken in Nederland waar je er niet uitkomt. Alle winkelstraten, bekend voorbeeld, lijken op elkaar tegenwoordig. Woonwijken lijken op elkaar, maar ook landschappen zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. Wat ik eigenlijk wil, is dat als je ergens staat en je kijkt om je heen, dat je kunt lezen waar je bent. Ben ik nou in het westelijke stukje van de Achterhoek of ben ik in het oostelijke stukje van de Achterhoek? En wanneer je bent, dus kan ik zien in welk seizoen ik ben. Is het nou begin april of begin mei? En dat lijkt heel erg een open deur. Natuurlijk kan ik zien dat het lente is. Maar ga maar in een willekeurig weiland kijken en je zult zien dat het het hele jaar door groen is. Dus je kijkt om je heen en je zoekt naar sporen in het landschap die jou iets vertellen. Bijvoorbeeld, wat voor bomen staan hier? En wat vertellen die mij over de ondergrond? Zie ik hier beuken staan, eiken, acacias? Dan weet ik van, ik ben hier op een zandgebied. Maar ik zie ook bijvoorbeeld een hele scherpe overgang daar, van het bos naar de weilanden. Wat is daar gebeurd? Is daar grond afgegraven? Dus zo lees ik de samenhang met de ondergrond, de samenhang in de patronen, de samenhang met de seizoenen en de samenhang met de cultuurhistorie, met de biografie van een plek. En op deze plek is er heel veel te lezen. Deze plek heeft een heel sterke identiteit. Maar dat is zeker niet overal in Nederland. Er zijn een heleboel landschappen, maar ook woonwijken en winkelstraten die steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Maar die eigenheid is verdwenen door de loop van de tijd. En mijn drijfveer is om juist weer bij te dragen aan de eigenheid van plekken. Plekken te maken waar mensen zich thuis voelen.